Nou, straks vrouwen in de overgang moeten dus extra alert zijn op hart- en vaatklachten. En dan komt een arts zo meteen vertellen hoe dat nou precies in elkaar zit. En ja, iets anders. Eigenlijk wordt er zo heel, heel zwaar en serieus gedaan over de overgang. Er wordt bijna geen grapjes over gemaakt. En daarom hebben wij hier het cabaret in huis gehaald van de middelbare meiden. Zij spelen uit hun voorstelling In de Steigers het mooie Warm en Koud. Frisse lucht, frisse lucht. Zet alle ramen open. Ik moet zuurstof, voel het zweet al tussen mijn borsten lopen. Ben murg, kan zomaar janken. Voelde me net nog goed. Wat een onrust, kun je nagaan wat dat met je doet. Mafkees zetten hier toch steeds weer alle ramen open. Het lijkt hier wel een vrieskist. Zag je ook pingwings lopen? Wie zit er toch telkens aan de thermostaat? Ja, ja, ja. Dat ding dat stond toch goed? Ach, nu moet ik weer een truien sjouw. Zo bevriest mijn bloed. Je krijgt het altijd op momenten dat het ongelegen komt. En je hoort jezelf dan zeggen, het is niks bijzonders. Verdomd, niks bijzonders. Het kan in één keer komen, er moet mijn trui dus uit. Aan. En mijn deken af, om. Als ik begin te stomen. Ik wapper me een ongeluk en word totaal me schokken. Grijp op de bank, klein opgekruld met pleet en dikke sokken. Elke hand een waaier, links een tijdschrift, rechts twee kranten. Mag allemaal niet baten, ondanks spleet en dikke wanten. De hitte stijgt nu razendsnel van hals tot aan mijn kolen. Ik heb een muts en oorklep op en liters hete thee genomen. Dan weer zweet ik. Dan weer regen. Zelf ook gestoord van die ontregelde hormonen. Laat dus even niets of niemand met zijn fikken aan mij komen. Dames, met groene druppels. Dankjewel. Hart- en vaatziekten, het is doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen.